Ik sta hier met Saskia Nijland in de dorpskantine in Varsseveld. En waarom ben je een dorpskantine begonnen, Saskia? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik ben een dorpskantine begonnen in Varsseveld omdat ik iets miste. Ik miste een plek waar je lekker gemoedelijk koffie kan drinken van goede kwaliteit. Waar het lekker eten is, waar het gezellig is, waar je elkaar eens tegenkomt of waar je misschien wilt werken als je toch met je laptopje op pad bent. Of waar je eens even overlegje hebt op een hele gemoedelijke manier. En, ja, een leuke plek als aanvulling op het bestaande aanbod. Ja, want dat miste je hier, zeg maar, in Varsseveld. Ja. En had jij horecaervaring? Nee, ik heb helemaal geen horecaervaring. Ik ben in het diepe gesprongen en ik heb nu 3 maanden horecaervaring. En wat valt je tegen? Wat valt mij tegen? Dat het moeilijk voorspellen is hoeveel mensen er wanneer komen. Dat is moeilijk. Ja. Maar nou ja, dat is misschien een kwestie van ervaring opdoen of misschien blijft het wel altijd onvoorspelbaar, dat weet ik nog niet. Nee, maar je weet wel dat bij Open Koffie, dat is dan niet onverwachts, want dat is elke derde woensdag van de maand. Ja, dat klopt. We gaan Open Koffie organiseren hier, dat vind ik ook echt heel leuk om te doen. Open Koffie is een heel laagdrempelige netwerkmogelijkheid voor zelfstandigen. Al dan niet met personeel of al dan niet met etalage. We gaan dat organiseren elke derde woensdag van de maand van 9 tot 11 in de dorpskantine zelf. En de eerste is? 19 november. 19 november, 9 uur moeten mensen dus hier zijn. Ja, samen met Ineke Danen hebben we dat in gang gezet. En er is een website in de maak op www.openkoffievarsseveld.nl. En als je meer informatie wil, kun je mij bellen of je kunt even langskomen in de dorpskantine. Dan vertel ik er meer over. Ja, en dan zal ik de link van jouw site ook hieronder zetten. Ja, graag. Dankjewel voor dit korte gesprek. Dankjewel.